Hey allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Minetopia 2.0. En ja, ik heb vandaag een beetje misschien een aparte aflevering. Ik heb een paar meldingen voor wat er in-game is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Ik heb een Q&A tussendoor even, want eigenlijk zat ik gisteren tot vanavond 11 uur in de ISO. Dus ik dacht, nou dan ga ik even een Q&A doen, maar ik ben er inmiddels uitgehaald. Waarschijnlijk goed gedrag. Maar ik ben eruit. En verder heb ik ook nog een leuke giveaway. En ja, daarvoor moet je even blijven kijken. Ik ga wel beginnen met nieuwtjes, zeg maar. Ja, het is een beetje raar, want ik heb een paar dagen niet opgenomen. Want zoals jullie weten, ik liep behoorlijk achter qua datum met upload, zeg maar. Maar dan kwam dat er in één keer zoveel gebeurde achter elkaar. Dat ik dat gewoon niet allemaal... ja, hallo. Wacht even, ik moet even mijn chatkleur veranderen. Want als ik wit heb, dan ben ik aan het opnemen. Hoi. Ja. Maar, wat wil ik nou zeggen? Jeetje, dit wordt een hele rommelige aflevering. Oké, ja, ik had een paar dingen meegemaakt. Allemaal achter elkaar. Waardoor ik dus heel veel voorraad had. Maar ik probeer het nou een beetje weer rustig te maken. Mijn bedoeling was ook om niet zoveel te uploaden per week. Dus ja... Het kan voorkomen dat er een keer een dag niet een upload op staat. Dus dan weten jullie dat vast. Want dat was ook eigenlijk de bedoeling. Dat ik gewoon rustig aan weer YouTube ging opbouwen na mijn stop. Maar dat liep een beetje uit de hand. Maar ik ga jullie eerst even een mededeling geven over Ragteros. Zoals jullie weten, Ragteros is ontsnapt. Ja, ik kon de hele tijd nog in zijn cel. Maar die is nu ook gesloten. Wegens uitbroek... Dat. Uitgebroken. Ik wil uitbraak zeggen, maar het wou niet helemaal. En ja, deze cel die is nog steeds actief. En ik hoop hier ooit nog te kunnen komen. Ja, ik wil wel eens weten hoe het riool eruit ziet namelijk. Nou, mededeling 2 heb ik in mijn inventory. Want, zoals jullie aan de titel kunnen zien, mijn huis wordt gesloopt. Oh jee. Ik kreeg hier een persoonlijk berichtje van. Ik heb dat opgenomen dat de wethouder kwam. Maar helaas, die opname is mislukt. Meh. Niet zo leuk. Maar goed, ik doe het dus even zo. Ja, blablab. Gemeentemelding. Met deze brief willen we u graag mededelen dat wij als gemeente Minetopia Plot 318 willen overkopen. Want ze willen hem slopen en een nieuwbouwwijk plaatsen. Hoe lang heb ik kunnen genieten van mijn mooie kelder? Hoe vaak heb ik die aan jullie kunnen laten zien? 0 keer. Dat is echt niet leuk. Nou ja, dus heb ik daar... Al mijn spullen zijn nu weg. Die liggen bij de politie en bij de gemeente verspreid. Omdat ik zoveel spullen had. Dus ik heb, als ik hier uitkom, even tijdelijk helemaal niks. Daar baal ik best wel van. Maar ja, dat is niet anders. Ja, verder in game. Ik probeer. Ja, ik heb een beetje een soort gang die ik opzet. En ik probeer. Ja, ik probeer gewoon misschien met z'n allen een keer te... Gewoon als we buiten zijn, dat we iets gaan doen of zo. Ik weet het niet. Ik moet er even kijken wat we gaan doen. Ik zou die Q&A ook eventjes doen. Hallo, dat is onhandig. Ik pak mijn telefoon even. Ik ga niet alle vragen beantwoorden, want het zijn echt superveel. En ik... Hoi. En ik weet gewoon dat er heel veel vragen al heel vaak behandeld zijn. Dus die ga ik dan ook niet behandelen. Ik pak eventjes Twitter erbij. Fijne informatie voor jullie, maar jullie wouden lange video's, dus op deze manier, hè, wordt die lang. Ja, hoi. Oké, waar is die? Dan moet ik die tweet ook nog zoeken. Maar ja, ik heb hem. Wacht. Oh nee, wat? Ik like mezelf. Nou ja, dan maar. Oké, ik hoop dat ik ze allemaal zie. Nou, als eerste, Kenny schoot hij me dood. Wat? Huh. Terecht. Even kijken. Oh, dat over gay, daar heb ik het niet over. Dat maakt me niet uit. Vind je kip lekker? Vraagt Kenny Kip. Kenny Kip. Hij heet gewoon Kenny. Ja, ik vind kip lekker om te eten. Ja, oké. IJsmiley vraagt, wat vind je van Minetopia 2.0 en dan vooral de prism voor jou? Ja, ik vind het leuk. Ja, hoi. Ik ben even bezig. Hi. Oké. Wacht, oké. Nou, ik moet even concentreren, gast. Ik had een... Wat? Mag ik een screen? Oh, ja hoor. En nu toch opnemen. Nou, maak een screen. Ja, maak hem dan. Oké, maar de volgende vraag, hè, dus die, wat vind je van Minetopia 2.0 en vooral de prison? Ik vind 2.0 op zich leuk. Nieuwe steden, nieuwe dingen, nieuwe items ook heel veel in de game. Dat vind ik eigenlijk best wel tof. Dankjewel. En vooral de prison. Ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen mee te maken. En de prison is natuurlijk iets nieuws. En dat maakt het gewoon... Hallo. Dat maakt het gewoon heel leuk. Ik word helemaal afgeleid hier. Ik word helemaal gek. Oké. Wat vind je van die lieve tips? Vraag tips 98. Ja, heel leuk. Lief. Ja. Dat. Oké. Wat vind je van je fans? Vraagt Vanity17NL. Ik vind ze heel leuk. Vooral de leuken, zeg maar. Die vind ik leuk. Ja. Nee, jullie zijn hartstikke leuk. Jullie zijn altijd... Jullie reageren leuk. Jullie... Ja, dat. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik ben net wakker, ja. Oké. Official Daan vraagt Verstappen, Hamilton of Vettel? Nou, eigenlijk, omdat ik gewoon Nederlander ben, kies ik Verstappen. Maar Verstappen ligt er vaak redelijk snel uit. En dan kies ik voor Vettel. Max heeft altijd pech met zijn auto. Dat is echt niet normaal. Maar de laatste keer had hij trouwens wel uitgereden, gelukkig. Dat was wel vet cool. En ja, als ik dan moet kiezen tussen die drie, zou ik toch echt in eerste instantie Verstappen kiezen. Hamilton niet, maar Vettel wel. Ja. Oké, Sam Bouwens vraagt, welk land wil je nog vakantie? Goed genederlandst. Oké, nee. Welk land? Ja, Amerika. Aardbei Mare vraagt, wat vind je van aardbeien? Lekker. Vooral de Hollandse, hè? Ja, ik moet wel de Nederlandse aardbeien hebben. Ondertussen kijk ik even wat er allemaal gebeurt hier. Oh, hallo, hallo. Mijn muis. Jee, oh, lee. Oké. Ja, nou ja. Wat vind je? Zijn tacos B? Ja. Ja, denk het wel. Ja. Joey YouTube. Welk soort muziek luister jij het liefst? Nou, meestal wat op 40, maar ik vind het ook leuk om foute hits te horen. Vind ik ook echt tof. Kabouterplopdans of zo. Oké. Tessa vraagt, Tessa Flemmings, wat is je favoriete kleur? Nou, blauw. Ruben17NL vraagt, waarom is dus David David? Omdat hij dus David is. Dus. Oké, verder. Iedereen vraagt, wat vind je van mij? Wat vind je van mij? Nou, in het algemeen, ik vind jullie allemaal hartstikke leuk. Ja. Ga je naar DDG-event? Nee, daar ga ik niet heen. Vraagt Jelko trouwens. Jelko is trouwens de enige die echt heel veel reageert. Die reageert soms 3 keer onder 1 video. Echt top. Wat is je favoriete liedje? Nou, ik heb niet echt een favoriete. Ik vind heel veel dingen leuk. Hond, ga eens even zitten. Zo. Wanneer ben je jarig? 23 oktober, Tessa. Dat heb ik ook al gehaald. Wat voor telefoon heb je? Ik heb een Samsung Galaxy S7. Met nu al een barst in het beeldscherm. Stomme Samsung. Ja, ik had hem op de oplader. En toen was het in één keer door die hit. Was het in één keer boem. Net 2 maanden oud. En ze doen helemaal niks aan. Stomboos. Nou, Gino weet je games vragen. Hoe jong ben je? Ik dacht dat je dat al lang wist, Gino. 28. Zo oud ben ik. Ja. Game je dan nog? Ja, dat game ik nog. Ja, ik heb ook een leven. Ik hoefde niet achter de geraniums te zitten. Oké, hoe lang zit je nog in de prison? Ja, volgens mij tot de 13e of 14e. Nee, 15e. Ik heb gisteren nog straf gekregen extra. Ik zat gisteren in de ISO en ik had een guard. Poging tot moord op een guard. Oké, we gaan verder. Hoe is het om op jezelf te wonen? Vraagt Marije. Oh, die vorige vraag was van Jasper trouwens. Maar Marije vraagt dus, hoe is het om op jezelf te wonen? Nou, ik woon al 12 jaar op mezelf en het is leuk. Je hoort s'avonds niet, ga naar bed! Nee, je hebt geen last van ouders dan. Even kijken. Joey YouTube vraagt, wat vind je van Belgen? Nou, ik ga heel veel met Belgen om. Ik vind ze tof. Ja. Dutsie vraagt, wat zijn je hobby's naast gamen, et cetera? En wie en wat zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland werd gestuurd? Oh, dat is cool. Hobby's naast gamen, dat is ja, mijn honden. Ik zat er wat van mijn tots ding af te halen. Mijn honden, ik hou heel erg van tekenen en zo. En wandelen, winkelen, jullie. YouTube is ook een hobby. Ik vind het heel leuk om kladboekjes te hebben en daarin te schrijven. Ja, dat. Dus als je dan om wat eiland gaat, dan neem ik mee. Eigenlijk zou ik dan helemaal in mijn eentje willen zitten. Echt helemaal afhankelijk van de natuur. En ik zou dan ook echt niks meenemen behalve een tandenborstel. En tandpasta. En misschien douchespul. Maar ja, ik weet zoiets. Ja, en een beetje kleding natuurlijk, hè. Oké. Ja. Meren de EGS, die vraagt heel veel. Wat is je lievelingsprovincie? Friesland. Wat voor sport doe je? Niets. Maar ik ben wel veel aan het lopen en fietsen. Oh, fietsen is ook een hobby. Wat vind je een mooie naam? Martje. Welke YouTuber kijk je graag? Ja, ik kijk heel graag van die flate gebouwen. Dus ja, dan heb je... hoe heet die gast nou? Tips, laat maar even in de reactie. Jij weet het wel. Welke YouTuber kijk je nog meer? David. Ik vind Timarneke leuk om te zien. Vaco. Mezelf. Tips. Oké. Ik kan wel helemaal doorgaan. Dan kan ik net zo'n hele abonnementenlijst opnoemen. Zijn dit veel vragen? Ja, best wel. Jules vraagt, wat vond je leuker? Wastelands, Woedsprings of de Kaap? Ik vond Wastelands het leukste. Maar de Kaap heeft nu ook wel heel veel leukere dingen. Dat vind ik ook wel weer wat hebben. Ja, ik denk dan toch Wastelands en Kaap. Woedsprings ben ik nooit geweest, want ik mocht het gewoon niet. Ik haat het. Ik hoop niet dat jullie het saai vinden dat ik zo de hele tijd een beetje niks aan het doen ben. En heel dat roepen. Als iemand zin heeft, laat even weten hoe vaak ik heb geroepen. Jeetje, wat slecht dit. Oké, wat is je leukste herinnering die je kan herinneren? Ja, moeilijke vraag. Ik heb geen antwoord. Sorry. Hoe is het om video's elke dag te uploaden en te presenteren? Vraagt Jacco. Oh, die vorige had Brenkje gevraagd. Ik vergeet elke keer de naam. Dus Jacco vraagt dus hoe het is om elke dag een video te uploaden. Nou, het was niet de bedoeling voor mij om elke dag te uploaden. Maar dat is dus wel gebeurd omdat ik zoveel meemaakte de afgelopen tijd. Nu is het een beetje rustiger. Maar ik vind het leuk. Alleen naast mijn computer heb ik ook nog een leven. Dus het is soms wat lastig om het allemaal in te plannen. Floris 2, Floris DDG, lange naam. Vraagt Ajax, PSV of Feyenoord? Voor geen één is niet een optie. Oh. Nou, kijk, ik ben geen voetbalkijker. Maar als ik dan moet kiezen, dan kies ik altijd voor oranje. Daar zit iedereen een beetje in. En dan ben ik wel heel ben ik gewoon helemaal hyped voor dat ze gaan winnen. En ja, dan ben ik heel erg in voetbal geïnteresseerd. Ruando, wow. Maartje, wat zou je liever gratis aanpakken? Een gun, mes of 2 miljoen euro om Minetopia? Ik denk toch een gun. Ja. Jessetje NL IJsvoort vraagt appel of peer? Peer. Boyd vraagt, ben je echt wel 17? Huh? Ben je wel echt 17? Ben je echt NL bijvoorbeeld uit Nederland, ouders uit België? Nou, dat is best wel heel vaak beantwoord deze vraag. 17 is een geluksgetal. Ik ben 28 zoals je eerder hoorde. En ja, ik kom echt uit Nederland. Hoe groot is de tafel die je voor het laatst zag? Vraagt Ramsey. Nou, 2 bij 70. 2 bij 90. 2 bij 90. Ja. Hoe weet je dat? Geen idee. Laatst nog opgemeten. Oké. Jeetje, wat een vraag jongens. Waarom vragen jullie zoveel? Dit wordt echt een lange aflevering. Oké, moet ik eventjes gewoon... Hond, ga eens even af. Die hond van mij ook. Wat is je doel in Minetopia? Lol hebben. Gewoon plezier in de game hebben. Dat vraagt trouwens Smikkel, Kimpy, Priscilla. Er zijn meer die het vragen. Ricky vraagt, vind je Ragteros leuk? In-game? Ja, zou ik best wel wat met hem willen in-game. Maar het zal toch nooit gebeuren. Oh ja, Erik vraagt ook, wat is je doel op Minetopia? Wat vind je van DDG? Vraagt Kevin Games. Ja, goede community. Hele goede community. Ja, wat een kutwoord, hé. Ja, iedereen vindt elkaar gewoon heel aardig. En iedereen gaat gewoon leuk met elkaar om. En natuurlijk heb je uitzonderingen erbij. Maar jullie zijn echt gewoon toppers. En de community is gewoon helemaal Top. Dankjewel, David. Als je dit ziet, hè. Goh. Ben ik cool? Lokti. Ja, je bent cool. Denk ik. Je profielfoto is wel leuk. Melissa vraagt, wat is je favoriete eten en wat is je favoriete game? Favoriet eten is toch wel... jezus. Ja, wortelen wel, maar... Met een schnitzel doen we dat wel. Oké, en wat is je favoriete game? Minecraft. Heb je een vriendje? Ja, al 12 jaar, Aki. Dit ben ik, jullie. Vraagt, ochtend- of avondmens? Ik was altijd ochtendmens. Ben nu een avond- en nachtmens. Gaat die hond weer lopen, hè? Ga jij eens even af, joh. Wat vind je het allerleukste aan Minetopia? En wat vind je leuk? 1.0 of 2.0? Eerlijk gezegd vond ik 1.0... leuker, maar dat komt meer omdat het een herinnering is. En loop eens even door, hond. Dit is niet leuk. En 2.0 vind ik weer leuk, omdat de prison er is en meer mogelijkheden zijn. Welke stad woon je? Vraagt Quinn the Beast. Tenminste, dat denk ik. Ja, dat is Quinn the Beast. Ik woon in Minetopia, maar mijn huis is dus gesloopt straks. Dus dan weet ik niet waar ik woon. Ik woon nu tijdelijk in de prison, in een celletje, nummer 5. Ja, daar zo. Nummer 5. Wanneer je echt een crimineel worden? Niet, want dat zit niet in me. Maar ik wil gewoon wel kutten. Ik wil wel een beetje crimineeltje worden, maar dat word ik nooit. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo gemeen. Hashtag roleplay. Hoe gaat het? Vraagt Roeneke. Ja, goed. Bart Mand, wat vind je leuk om in de prison te zitten? Nou, om jou te klieren. Jeetje, wat een nieuwe... Of veel nieuwe vragen zitten tussen. Maar het is zoveel, jongens. Mr. Jonas Mand, wat vind je van mij? Nou, hartstikke aardig. Jeroen, wat zou je aan jezelf veranderen? Aan mezelf. Soms ietsje minder irritant. Soms dat ik mijn mond even moet houden. Want soms vloep ik dingen eruit die niet... Ja, die op dat moment niet eruit moeten, zeg maar. Dus ik denk dat. Oh, en dan komt de vraag die altijd wordt gesteld. Waarom laat je nooit je gezicht zien? Vraagt Maarten Dichtnef. Nou, dat is al heel vaak verteld. Ik heb ten eerste geen programma waarmee ik dat kan doen. Ten tweede, ik heb wel eens een keer video's geüpload met mijn gezicht gewoon. Maar dat was met mijn telefoon opgenomen. En daar heb je ook niet zoveel aan. Maar ja, dat. Ik heb gewoon geen OBS en ik kan het niet doen. En mijn mening blijft, het gaat om de content, het gaat niet om mij. Het is gewoon de game. Dat upload ik en niet mezelf. Ja, dat. Ik denk dat ik er wel een beetje doorheen ben. Als ik je vraag ben vergeten, sorry. Maar het is zoveel, jongens. En ik wil jullie niet zo lang aan het lijntje houden in de game. Want dan wordt het echt een hele lange aflevering. Maar we hadden ook nog een giveaway, hè? Ja, voordat ik dat ga doen, ga ik nog eventjes iets anders zeggen. Het kan dus... Ja, ik heb het eerder verteld, deze aflevering hoor. Maar het kan dus zo zijn dat er een aflevering wat later komt. Of dat ik wat later upload. Of een paar dagen oversla. Dat komt meer omdat ik gewoon wel goede video's wil uploaden. En niet dat ik een beetje bla 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 bla, een beetje rondloop en niks uitspook, zeg maar. En dan... Wow, hebben we Timo. Hoi. Wat? Hij zal zeggen, wat doe jij hier? Ja, vrij rondlopen. Ja, wie is dat? Oh, dat is Bart. Oh. Ja, hij is er. Hij is een beetje streng. Ik mag hem ook niet slaan. Maar, ja, er komt dus natuurlijk nu een giveaway aan. Ja, een giveaway. Het heeft te maken met kaas. En, ja. Oké, we gaan gewoon de giveaway doen. Jullie weten totaal niet wat het is. Maar ik mag een servertje weggeven in samenwerking met Kaashosting. En dat is meer omdat ik de 12.000 abonnees heb gehaald heel snel. Dus ik ben best wel snel ben ik omhoog gaan. Dus ik wil jullie belonen daarvoor. Eén van jullie mag dus een servertje ontvangen. Daarvoor moet je wel wat doen. En Timo zit me echt heel eng aan te kijken. Nee! Nee, ik ga niet mee naar de ISO. Godverdomme, waarom nou precies nu? Nee! Nee. 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 Ik moet naar de ISO. Waarom? Nee. Ik wil niet naar de ISO. Ik wil naar mijn eigen cel. Ik ga gewoon naar mijn eigen cel. Dat is leuker. Oké, en die hele... Nee! Nee. Oh, jongens, waar moet dat nu precies in de opname? Godsamme. Nou ja, ondertussen ga ik vertellen wat jullie moeten doen. Jullie moeten Kaashosting gaan... hoe heet dat? Gaan volgen op Twitter. Ik zet het allemaal in de beschrijving hoor. Er gebeurt nu gewoon weer dit en dan word ik helemaal afgeleid. Ah, stomme Timo. Huh. Ja, maar jullie moeten hun even volgen. Op mij moet je geabonneerd zijn uiteraard. Je kan mij ook volgen op Twitter om dit soort dingen ook te weten te komen. Want ik meld heel veel dingen op Twitter in plaats van hier. En ja. Dit is dus een samenwerking met hun. En als je van kaas houdt, reageer dan even met kaas. Als je mee hebt gedaan, reageer dan even met ik heb meegedaan. En dan ga ik heel gauw een winnaar uitkiezen. En dan kun je je eigen servertje starten. Dat is echt super leuk. En ik zit alweer in de ISO. Ik wil niet in de ISO, Timo. Ik mocht eruit, denk ik. Ik weet niet, volgens mij ben ik er niet echt legit uitgehaald, zeg maar. Verdomme. Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Nou, ik zit dus in de ISO. Oh. Oké, dit is weer zo'n random iets dat ik denk, kijk, er gebeurt er wat. En dan neem ik op en dan, ja, dankjewel. Ik ben gechilled. Ja, ik zei door, ik moet tot vanavond 11 uur officieel erin, maar oké. Wel grappig dit. Oh, je zit in de... Ja, oké. Doei. Stombo. Nou ja, dat dus. Maar even nog even op een rijtje. Wil je een servertje winnen? Dan moeten jullie Kaashosting op Twitter volgen. Die heb ik in de beschrijving staan. En dan moeten jullie mij even abonneren. Jullie moeten mij ook even volgen op Twitter. Tenminste, het moet niet. Het mag. Het is leuk. Want dan kun je dus weten dat ik bijvoorbeeld een keer een dag oversla met uploaden. Of dat er een actie is. Ik heb daar vaak giveaways op ook. Dit keer doe ik het dus op mijn kanaal voor jullie. Speciaal voor de mensen die niet op Twitter actief zijn. Of, ja, je moet wel op Twitter actief zijn, potverdorie. Anders kun je niet winnen. Nee, je moet Kaashosting volgen. Dus maak even Twitter aan als je dat nog niet hebt. Het is heel simpel en het is heel leuk, want je kan iedereen volgen. En ja, het is gewoon heel gezellig. Het is dus een samenwerking met Kaashosting. Ik word hier niet voor betaald, dat jullie dat even weten. Ik doe het puur voor jullie. Ik heb voor jullie dit geregeld. En ik hoop dat jullie daar blij mee zijn dat dit mogelijk wordt gemaakt. Dus wie weet heb jij binnenkort een leuk survival servertje. Of weet ik veel wat je ervan maakt. Een bouwservertje kan je ervan maken. Je kan er van alles van maken. Het is hartstikke leuk. Dus vinden jullie deze actie leuk? Like de video. Abonneer je als je dat niet hebt gedaan trouwens. Want er komen binnenkort gewoon misschien weer leuke acties met samenwerking met anderen. Zodat ik gewoon toffe giveaways kan geven. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat eens even in de reacties weten dat je mee hebt gedaan. En ja, een beetje rommelige aflevering dit. Maar ik ben rommelig in mijn hoofd vandaag. Dus dat komt heel goed uit. En dan zie ik jullie heel gauw weer bij de volgende video. En ik ga hier lekker in de ISO zitten. Ja, de hele dag nog. Ja, gezellig. Leuk. Not. Doei!